Hey, goedemorgen! Het is vandaag zaterdag, de dag voor kerst. Tadum, tadum. En nog maar één dagje. En we gaan nu dus allemaal kerst inkopen doen. Kijk Hans aan, want die heeft helemaal... Oh. Ja. Die heeft geen zin in. Je ziet hem niet, hij is helemaal overbelicht, een soort Jezus. Maar welkom bij een nieuwe vlog. We gaan kerst inkopen doen en nog steeds wel een beetje rustig aan doen. Maar ik heb make-up opgedaan en zo, dus ik voel me nu een heel stuk beter. En dat is wel lekker. En ik voel me ook vandaag heel erg goed. Dus ik heb heel veel zin om vandaag... Gewoon even dingen te doen en zo. En gewoon lekker even kerstinkopen doen. Dus ik was gisteren zo blij dat ik weer in de Albert Heijn was. Ik was gewoon even een paar minuutjes in de Albert Heijn. Daar was ik al heel blij mee. Wat goed, je bent voorbereid op veel boodschappen. Je pakt een karretje. Normaal pak je al. Voorbereid op dat we hier lang zijn, dit is wel laat. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en we gaan kerst inkopen doen. Leuk hè? Hans houdt hier niet van, maar hij doet het voor mij. Dank je wel. Goedemorgen. Dankjewel. Ah, oh, miso. Ah, dat is lief. Zo schattig. Om snel geld zo, guilt tripping much. Oh. Daar heb je nog een 5 centje? Ik kan zeggen, misschien moet je nu even laten zien dat ik €5 uithaal. En dan het 5 centje erin stoppen. Ik vind het zo grappig, Hans. Kom eens. Ja. Ik lees hier al die tips en dingen. En er staat tussen. Dus dit zijn al die kritiekpunten. Ik vind AH een fijne winkel om een boodschap te doen, maar ik vind al die kerstmuziek, terwijl ik. We komen op zijn zacht gezegd niet fijn. Het irriteert me. Ik vind het altijd zo grappig om te lezen. Nu heb ik een kleine bonnetje. Oh, sorry, Wifi. Ik ga altijd voor een hoog mogelijk bedrag. Oh. Je kan het ook bij elkaar optellen, Wifi. Of gaat dat niet meer? Dat is niet. Hier, ik heb er hier nog 3. Nou, dan mag je erbij zijn, want ik heb nog 3 extra tussen meegenomen. Ja, dus dit had echt wel een voorbedrag kunnen zijn. Is waar? Dat is waar niet. Oh, hier nog één. Wat is het? Oh nee. Moet je er nou niet mee? Ja, toch niet nog een keuze achter, hè? Zie je? Hoeveel? €4 bij zijn. Ruim €5 geweest. Is dat een record? Nee. Tuurlijk wel. Echt? Ruim 5 euro. Dat heb ik niet meer gedaan, hoor. Zonder kratjes dan, hè? Anders snel. Dat gaat wel. Oké, let's go! Let's go. Oké, nou, we hebben kerstinkoop gedaan. Alles zit al in de auto. Ik dacht wel een beetje toen ik het afrekende. Oh, wacht. Kun jij de deur open doen? Ik dacht wel een beetje toen ik het afrekende. Toen dacht ik wel, met wie gaan we het vieren dat we zoveel geld hebben uitgegeven? En ook hoeveel dagen vieren? Want we vieren het met mijn ouders, daar hoef ik niks voor mee te nemen. We vieren het. Ik wil nog even trouwens aan de bloemist, hè, dat je wel daarheen rijdt. We vieren het samen, maar dan noemen we maar gewoon Comette. Dus dacht wel een beetje. We waren €75 kwijt, dat vond ik best wel veel. Nou, we hebben wel een paar aanbiedingen die we voor lange termijn. We hebben bijvoorbeeld heel veel. Corona was in de aanbiedingen wilde. Oh ja, dat is ook waar. Dat tikt ook aan. Ja, dat is waar. Dat tikt ook aan. Oké. Okay. Nou, oké, dan valt het wel mee. Oké. Maar zie je dat best wel mee valt, de kerstinkoop? Dit is dat we 6:30 klaar zouden zijn. Het is nog maar 11 uur. Oh, dat is kijk nou. Maar dat is ook dankzij iemand die heel hard iemand anders achter de vodden aan zat. En daarom hebben we nu geen toetje. Ik zit bij de kassa, we hebben niet eens een toetje. Ik hou van toetjes, ik leef van toetjes. Oh, dat is, nee, dat ga ik echt niet eten. Ik verzin nog wel iets met chocola. Ja, precies. Ja, sorry, dat hoort bij kerst. Ik wil echt even een kersttoetje, Hans. Maar jij zou het kerstdiner doen, hoe kun je dat? Precies. Hoe kun je dat kersttoetje? Wij zouden het kerstdiner doen. En jij doet toch niet doen? Maar mijn toetje is niet goed genoeg, dus dan doe ik het zelf wel. Nee, maar je hoort toch iets met chocolade doen met kerst? Wie doet er nou niks met chocolade met kerst? Dat is toetje. We hebben dus afgesproken, Hans mag dit jaar meer de leiding hebben in het kerstdiner. Dus hij mag wat meer bepalen. Hij heeft gekozen voor Comette. En volgend jaar mag ik het weer. Weet je, dat we het een beetje om en om gaan doen. Dus ik vind het leuk. Ik dacht altijd dat het alleen in films gebeurde. Dat de dag voor kerst de KitchenAid kapot gaat. Nou, Mimi Hans probeert hem nu te maken. Maar hij deed echt zo gek. Ik probeerde kerstkoekjes te bakken. Kijk. Ik was hiermee bezig met van die gingerbread koekjes.
En het, het is zo lekker. Ik heb nu al net van het deeg geproefd. Het is echt heel erg lekker. Maar de kisten eten echt heel gek. Dus ik zei, ja, laat maar. Ik ga het dan met de hand doen. Maar de dag voor kerst en kisten eten kapot gaat, dat is echt heel irritant. Gewoon, weet je, al die kleine dingen die je dan wil maken en zo. Mie, 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 mie. En de stoppen sloegen net zelfs door. Zo kapot dat hij is. We hadden, en vorig jaar kerst, weet je wat er toen nog stuk ging, Hans? De oven toch? Toen deed de oven dit. Ik weet het altijd van. Oh, you broke it. Nee, I broke it. Oh, wat shit. Ik heb nog nooit iemand gehoord over een kistje eten kapot ging. Ik dacht dat het van die dingen waren die nooit stuk gingen. Ja, dat zijn het eigenlijk ook een beetje. Oh, ik gebruik hem wel vaak, maar ook niet zo vaak. Maar top. Mie, 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 mie. Oh, wat shit. Nou, ik ben wel even met die kapot. Mie, 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 mie. Ja, waar is die eigenlijk, die zieke boel? Want ik ga dit nu in de koelkast doen. Ik had voor de koekjes had ik dit niet meer nodig. Ik hoef alleen nog maar vormjes van te maken. En dan de oven in en zo. En dan gaan we ze versieren. Hans en ik hadden gewoon heel veel zin om kerstkoekjes te gaan versieren. Hans en ik. Siva en ik. Ik zeg, we kunnen alles maken. We kunnen ook nog een gingerbread huisje maken. Ja, als je wil, maakt niet uit. Kijk maar wat je wil. Ik dacht, niks. Jawel, het is gezellig. Nee. Het is onze date vanavond. Ik heb koekjes. Ik ga ook niet zeggen, we kunnen ook lekker aan de verbouwing werken. We kunnen aan het plafond, we kunnen regels zetten, we kunnen leiding werken. Misschien best leuk om morgen te doen. Leuk. Ja. Kerstdate. We hebben iets met kaneel erop. Oh, Hans is zo lief voor mij vandaag. Ik wil nog naar allemaal winkels, nog een paar. Oh wacht, ik dacht het gebeurt daar nou. Maar dan loopt iemand door de winkel met een hele grote paspop. Ik dacht, wat de fuck gebeurt daar? Ik zag echt iets heel raars langskomen. Maar ik moet nog naar allemaal winkels wat een paar kleine dingetjes halen. En Hans die chauffeurt me even naar elke winkel toe. Heel lief. Oh, wat heerlijk. Nog allemaal lekker kerstfeer en zo. Volgende week is dat weer oud en nieuw. Dus dit allemaal weer weg. Okay. Ik wilde even kerstvormpjes kopen. Om die koekjes in te... Want ik heb dus koekjesbestag gemaakt, maar ik wil echt iets van gingerbread mannetjes erin maken. Ik heb niet eens kerstvormpjes. Ook geen kerstboomvormpje of zo. Ik heb helemaal niks. Oh, boehoe. Er waren helemaal geen uitstikvormpjes meer. Nou, shit. Dus nu ga ik even staan bij Xenos kijken in de hoop dat ze het daar nog hebben. Anders ga ik het ook wel zelf doen met een mes of zo, weet je wel. Uitprinten op papier en dan dat erop leggen en dan met de messen overtrekken. En dat is toch minder leuk. Hans is even... Oh, hij gaat de andere kant op. Mijn partner die... Hij is even met zijn moeder aan het bellen, want we hebben... Ja? Oh, sorry. Ze eten laat. Willen we dan mee eten? Oké, kinderen. Zijn we er allemaal klaar voor? Charlie, ben jij er ook klaar voor? Kom eens naar boven. Laat eens even zien wat je aan hebt. Jongens, hij is echt niet in zijn sas. Ik maak geen grapje, hij is echt niet in zijn sas. Charlie, dus vrolijk. Hé, hey, we gaan iets leuks doen. Heb jij een koekje voor meegenomen of niet voor vanavond? Nee, mama heeft toch wel iets wat ik kan eten of niet. Oh, oké. Okay. Geen grapje, maar zijn al drie keer. Heb jij dit? Okay, uitstappen winnen. Gewoon zitten. Mag ik heel heb even? Dit? Jij was nog niet klaar, hè? Ik zei, heb je de vlogkamer bij je? Nee. En mijn telefoon? En ja, mijn telefoon, dat was mijn inderdaad. En mijn sign dat had ik zelf moeten doen. Ik moet hem even maar de vlogcamera. Oh, oké. Okay. Nou, en je hoort nu een voice-over van Sifra. Nou goed, Charlie heeft dus een leuke kersttrui aan. Maar hij is not amused. Echt totaal niet. Hij vindt het echt niet leuk. Nou goed. We gaan dus nu naar mijn schoonouders toe. We hebben last minute besloten dat we er toch even heen gaan. Want eigenlijk zouden we niet naar mijn schoonouders gaan. Omdat we toch mijn familie altijd wel wat leuker vinden dan zij. Nee. Zij vieren het nooit echt. Dus ze vieren het wel, maar niet echt met de familie of zo. En dus daarom dacht ik, we gaan er niet heen. We gaan alleen naar mijn familie. Zeker omdat ik het nu wat rustiger wil doen. En mijn familie doet echt zo'n diner dat echt iedereen moet komen. Of mag Kom komen. Kom je niet onderuit. Nee, dat is zo'n diner waar je niet onderuit komt. Dus toen dachten we last minute, ik vind het ook wel heel erg leuk om naar mijn schoonfamilie te gaan, want die zijn ook heel erg leuk. Dus daar zijn we nu naar onderweg. Ik dacht, hebben we nou alles? Hebben we lekkers bij ons, ja. Mag het lampje uit of niet? Ja, want we hebben alles. Check. Ik doe de muziek uit. En wie denk je dat er gaat piepen? Ik ben blij dat jij een beetje van de muziek doet. Hé, hey, doe eens niet. Nee, we zijn er bijna. Hij zit echt zo zat in de auto. Nee. Hij kan echt krijsen als een klein kind. Dat is echt... Op dit soort momenten denk ik... Nooit een kind, nee. Serieus.
Jan wil niet normaal. Jongens! Hij kan het ook echt heel lang. Hij kan echt dit doen ook. Ook zo'n trillende onderlipje hoor je. Ik ben heel gemeen. Hey, niet doen! Nu staat de vlogcamera uit, nu word ik boos! Nee! Op water en brokken jij! De hele week! Oké, het is inmiddels veel te laat en het is heel erg moe om te rijden. Maar ik ben blij dat je rijdt. Tot zelfs op weer in Amerika zijn. Zo begon iedere Amerika vlog. We zijn wel weg. Ja. Ook omdat het zo donker is. We zijn rijden dus vanuit Epe. Daar zit een vakantiehuisje van zijn ouders. Van Apeldoorn, voor de mensen die dat niet weten. En dat is dus echt een hele lange route met geen lantaarnpalen. Wat echt helemaal donker is. Natuurlijk ook heel lang dat je op de snelweg zit en zo. Het ligt echt in de middle of nowhere. Je hebt ook niet eens internetbereik op je telefoon. Dat voelt pas Amerika. Daar heb je dat op sommige plekken. Maar goed, we zitten in de auto en we hebben gelukkig nog appelkruimelmuts. We hadden appelkruimelmuts voor hen meegenomen en ook nog voor de terugweg. Dus die gaan we eventjes eten. Snack. Ja, ik ben echt heel blij dat die mee. Hans zei nog, moeten we die ook niet geven? Ik zei nee, ik wil ook onszelf nog meer. Maar goed, ik zie jullie calorieën. Mama, als je het ziet, ik wilde ze wel aan jullie geven. Maar goed, we zijn heel erg moe, maar we gaan nog een feestje maken, want het is nog een uur rijden naar huis. Maar ja, we gaan nog gezellig maken. Morgen moeten we vroeg op, want we willen eigenlijk ook nog naar de kerk morgen. Dus dat wordt wel een beetje, doorwikkelen, ja. Oké, okay, goed. Maar aardig, appelkruimel met ons dus. Ja, de aardappels zijn wel niet. Ja, deze zijn zo lekker. Ik heb die dus voor het eerst nu gekocht bij Albert Heijn. En de bovenkant, wacht, ik ga er eentje uitpakken. Kan het nog of heb je echt heel veel last van licht? Moet je echt hoor. Naast je opstoot. Ja. Wacht, de ene hand moet ik maar even eentje openmaken. En nu willen zij dat ik een hapje van neem, want ze kunnen ze niet goed zien hoe het is. Ja, dat zal. Even kijken, moet je kijken. Oh, hij moet nu even scherp stellen. Ik schiet op voorhand. Kijk, die bovenkant is dus echt, weet je wel, dat laagje wat bovenop een appelkruimeltaart zit, dat is eigenlijk het enige lekkere. Deze hele muffin is dus de bovenkant van een appelkruimeltaart. En in het midden zit een beetje appel. Dit is echt zo goed. Oh, echt heel lekker. Ik ga deze vaker kopen. Het was helemaal niks kerstig, dus beter. Echt heel lekker. Mooi. Dan ga ik verder eten in het donker, zodat ik niet zie hoe dikker ik ervan word. Doeg!